Hartelijk welkom bij de kanaaltrailer van mijn videokanaal. Het is een vernieuwde kanaaltrailer. Degene die op mijn kanaal stond is eigenlijk niet meer 100% van toepassing. Laat ik mezelf eerst even voorstellen aan u. Mijn naam is Ronald Kremers, ik kom uit Arnhem. En ben op het moment van het opnemen van deze video werkloos. Ik heb 29 jaar gewerkt bij Postkantoren BV. En daarna ben ik 13 jaar lang bezig geweest als GPS-trainer op recreatief GPS-gebied. Wandelen, fietsen, motorrijden. Mijn videokanaal gaat daar niet over. Mijn videokanaal gaat over mijn hobby's. Althans over mijn creërende hobby's. Ik heb meer hobby's. Mijn kleinkind, mijn vrouw, mijn hond, mijn kinderen. Geocaching. Maar de hobby's waar het videokanaal over gaat, dat zijn zaken als 3D-printen, zowel FDM, dat is dus een printer die lijntjes bovenop elkaar legt, als ook SLA, en dat is dus een printer die aan de hand van UV-licht vloeibare hars verhardt. Daarnaast op dit kanaal heel veel over laser engraving. Ik heb namelijk een laser engraver en daar maak ik wat mij betreft de mooiste dingen mee. Een ander zal het misschien niet mooi vinden. Dat is natuurlijk aan iedereen zelf om te bepalen. Ook daarover veel op dit kanaal te vinden. Daarnaast over CNC frezen. Dus een CNC routermachine. Dat is stukken uit hout snijden. Zeg maar als het ware. Vooral hout. Dat kan ook wel met acryl. Maar vooral hout. Dan over het 3D chocolade drukken, want ook dat doe ik. Ik heb een 3D drukker voor chocolade, alleen dat is iets dat gebruik ik vooral tijdens de feestdagen. Dus dan zie je daar soms video's van voorbij komen. De rest van het jaar niet zo heel veel. En tot slot wat er op deze video op dit kanaal plaatsvindt is video's over ijs maken. Ik vind het ontzettend leuk om zelf ijs te maken. En ook dat is iets waar ik video's over maak. En dat doe ik niet zozeer om je moet laten zien hoe je ijs maakt. Nou ja, goed, dat is natuurlijk wel een bijfactor. Maar ik vergeet recepten. En door een video ervan te maken, heb ik het grote voordeel dat ik dat recept niet kwijtraak. Want ik hoef alleen maar naar YouTube te gaan en mijn eigen video terug te kijken. En denk, oh ja, zo maakte ik chocoladeijs. Ja, precies. Oké. Dus dit kanaal gaat over die hobby's. 3D-printen, zowel FDM als SLA. Laser engraving. 3D-chocoladeprinten. CNC-router, CQ-frezen. En ijs maken. En wie weet wat er in de toekomst nog bij komt aan hobby's. Want ik ben een techniekmens. Ik hou van gadgets. En dat wil zeggen dat ik allerlei dingen ga maken. Met machines waarvan ik denk van dat ik dat ontzettend leuk ga vinden. En dit is ook vooral bezigheidstherapie in mijn situatie. Al deed ik het ook natuurlijk al voor mijn werkeloos zijn. Al dit kanaal namelijk bestaat al een aantal jaren. Een jaar of 3, 4. Zeker als het gaat om die hobby's. En er staan ook al meer dan 110 video's op. Vele, vele, vele uren die je daar kunt bekijken over 3D printen. Over weet ik wat dan ook. En daar komt een heleboel bij kijken. Met name bijvoorbeeld ontwerpen. CAD programma's. Computer aided design. Enzovoort. Ik hoop dat je dit kanaal ook gaat volgen en dat je dat dan ook leuk vindt. Als je vragen hebt, als je iets van mening bent, laat het gerust weten. Onder de video mag je reageren. Als het gaat om haatberichten, dan onderneem ik daar actie op. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Ik vind dat we met elkaar moeten kunnen communiceren als volwassen mensen. Als je iets niet mooi vindt, even goede vrienden, geen probleem. Ik vind ook niet alles mooi. Sterker nog, ik vind soms de dingen die ik zelf maak niet mooi. Dus ja, dat is nogal makkelijk. Hè? Dan heb ik iets en heb ik een idee en ik denk van dat gaat prachtig worden. En uiteindelijk blijkt dit niks te zijn. Nou ja, goed, dat hoort er ook allemaal bij. Desalniettemin zal ik zo'n video dan vaak toch plaatsen. Om de doodeenvoudige reden dat bij creëren horen ook mislukkingen. En daar moet je niet bang voor zijn. Ik kom uit Arnhem. Mocht je in die regio zijn, je mag ook altijd een keer langskomen, maar laat het even weten. Dus neem contact met me op, want je hebt anders geen adres van me. Maar goed, neem contact met me op en dan mag je komen kijken bij wat ik allemaal doe en naar wat mooie zaken heb. Tot zover deze kanaaltrailer. Ik hoop dat je er veel plezier hebt beleefd. Daag.